En nou, jullie zijn ook de gelukkige, want het was in één dag uitverkocht, hè. Dat is onvoorstelbaar. We hebben inderdaad duizenden mensen moeten teleurstellen, hè, Hans. Het was vreselijk. We gaan genieten hier van een prachtige show in deze zaal. We gaan genieten van Ons Kent Ons. We gaan genieten van Echte Man met Hond, artiesten die u allemaal kent. En nou, in de andere zalen weet u ook wat u allemaal kan gaan doen. Er is natuurlijk een meet and greet met de makers van Man met Hond. Dan kunt u eindelijk eens kijken en vragen wat u altijd al had willen vragen. Over hoe komen jullie toch aan al die bijzondere types? En is dat aanbellen nou echt spontaan? Ja, we kennen de vraag wel een beetje. Heel veel andere... Sorry, ik hoor iets van mij nu pas naar oren komt. Gaan jullie sluiten? Ja, het is... Jullie gaan sluiten? Helaas, ja. Wat verschrikkelijk, wat eeuwig zonde van zo'n schitterend programma, mensen. Want dat was het op. Mensen. Ja. Als ik ernaar zat te kijken, lieve schatten, echt, ik moet het je bekennen, ik vind het knap, dan rook ik gewoon de kattenpis op de bank. Al die stinkers en die burgerlijke spruitjes, roch, maar ik vond het fantastisch. En wat moet ik nou? Ja, ik spreek voor jullie, hè. Wat moet ik nou? Oh, hoe moet ik dan met die stinkers in aanraking komen? Want ik ga er niet zelf, Michael. Ik ga er niet als... Maar ik ga Ans Michael, ik ga er niet zelf naartoe. Dat vind ik een beetje goor. Nee, als ik eerlijk ben, ik...